Sylvana Simons van BIJ1, Don Seder van ChristenUnie en Raoul Bouke van D66 zijn de drie Surinaamse Nederlanders die woensdag zijn gekozen tot lid van de Tweede Kamer bij de parlementsverkiezingen in Nederland. BIJ1 is de nieuwkomer. De partij van Seder, ChristenUnie, behaalt 5 zetels. Bouke van D66 stond op basis van de peilingen op een comfortabele, verkiesbare plek, namelijk positie nummer 10. De voorlopige prognose geeft aan dat tegen de verwachtingen in, VVD als de grootste partij terugkomt en met 2 extra zetels 35 zetels in totaal haalt. De tweede grootste partij is D66 met 23 zetels. Het is verwachtbaar dat deze partijen een sleutelrol zullen vervullen bij de formatie van de nieuwe regering. Voor de VVD met als voorzitter Mark Rutte is het de 4e keer op rij dat zij de grootste partij van Nederland worden.